Ja, precies. Die poten zijn dan te hoog. Want ik ga zitten. Ja. Dus dan staat er buiten, staat er zo'n lage koker. En daar zit een kortere poot in dan die. Dus ja, als je die... Zullen we de camera aan deze kant zetten? Wat licht aan deze kant willen zetten? Ja, precies. Dat kreeg iedereen al mee, hè, wat hij zei. Dan is het veel meer meelicht al. Omdat de camera aan dezelfde kant staat als de richting van het licht. Ja. Kunnen we straks wel even laten zien hoe, wat het verschil daarvan is. Ja, perfect. Ja, die komt dan, het is een match een tegenshot. Dus daar komt dan camera aan. Die staat vast nu op die plek. Ja. Ja. Is dat jou? Ja. Het wordt een overshoulder? Overshoulder. Ja, precies. Dan kom jij daar. Heel goed. En dan, dat is een 2100. Dus die kan iedere lens kiezen die wil. 80 kan je ook nog doen. Als je daar gaat staan, zal het wel 85 worden. En het is lekker om dan matchen te hebben. Dus wat ik heel vaak doe op de set ook, is als ik met veel mensen werk, dat ik wel gewoon vaste brandpuntafstand kies. Ja. Dus dat ik op zoom dat ik hem dan op een 50 zet. Zodat ik weet wat de AK, dat noem ik even de A-camera. De A-camera is dan een 50, dan weet ik. Okay. Want anders wordt het een beetje... anders namelijk, het gevaar van een zoomlens is dat je heel erg, dat je niet meer in de ruimte denkt, maar gewoon die zoomlens een hengst geeft. Ja. En dat is voor de continuïteit in je film, dus dat je voelt dat het één film is, is dat niet bevorderlijk. Dus, maar dat is een smaakkwestie. Roel René, die is ook gewoon een lekker. Is dat 85? Oh ja, 85, ja klopt, heel goed. Ja, 85. B-camera. Die gaat het houden? Ja, die gaat het wel houden, toch? Ja. Ja, anders... Ja, als iemand mij kan helpen met deze twee. Ja. Ja, want de camera komt hier nou. Zeg het ook jou. Wat kabel is het? Is die te kort? Wat moet ik zeggen? Meestal staat het gewoon zo. Zodat niemand het kan zien. Ja, die is een... Zien jullie die in de kamer aan deze kant? Kies u deze af. Ja, daarom. Dan kun je hier het licht hebben. Dan kun je die kant. Ja, dan heb je meer mee. Dus nu dat zijn we. Oh, oké, okay, ja. Dus de camera staat aan deze moet eigenlijk even... Van de as. Die is net opgezet. Zodat het licht komt van deze kant. Dus heb je hier de lichte kant. En de donkere kant staat aan de binnenkant. Je zal het zo wel zien op de monitor. Dat werkt heel goed. Ja. Ja. Paul, we hebben nu toch het licht komt straks van deze kant, toch? Top en zo. Ja. Toch? Daarom kies je die kant voor de camera, toch? Dan? Oh ja. Ja, de donkere kant. De donkere kant. Ja, we moeten straks even laten zien wat het verschil is als we dat niet zouden doen. Ja. Dan Nico dadelijk straks licht. Als de camera dan daar staat, dan is dat ook veel meer mee. Ja, dan moeten de monitor jongens, de monitor moet er dan even hier komen staan zo. Hier en hier. Oké, jullie vertrouwen deze constructie? Ja, nu... Ik ben al blij dat ik een spiegeltje heb gevonden. Oh ja. Ja. Ja, goed. Ja, dat wel een ja. Ook al Trump, die komen er straks onder te zitten. Ja, precies. Dus, Ik heb niet iemand gehoord. Ik heb een oranje wachten. Oh jee. Dat is toch open. Dat was al. Doe hem even keertje, Luc, lijkt me. Toch? Oh ja. Lijkt me toch? Ja. Om te beginnen. Ja, even kijken, er zitten van die. Ja, anders ging die ring niet op, dus ja. Zekerheid. En Luc, ben jij zuinig met gaffer tape? Super niet. Nee, daar moet je nooit zuinig mee zijn. Dat kan gewoon. Kort maar een type verhaal. Nee, daarom toch? Dat is gewoon. Dat is jongens, dat de black werd er vandoor. Ja, dat is duur. Een olierol. Ja, dat is 100 euro hè. Ja? Echt een dure rol. Ja, gaffer tape. Of een black wrap. Zal ik hem zo lokken? Oh ja.
Ja, dit is altijd. Ja, toch wel, zo scheer ik me. Fuck, ik heb dit zo. Wat voor kader wil je, Dick? Ja, precies, jouw 85. Oh, zijn ze omgedraaid? Ja, zo, dit is 85, deze heb ik op 85 gezet. Oké, te gek. Ja, precies, dan moet de afstand hetzelfde zijn. Ja. Dus, Ja, je moet eerst iemand zitten zo. Ja, oh, ik ga even zitten. Nee, ik weet niet, hij moest er volgens mij nog bij. Ik denk dat die, dat wel een goede afstand is. Maar zo. Maar dat hij iets moet zakken. Ja, ik heb nu. Ik heb een redding. Heb je hem ook? Ja, ja, ik weet niet hoe wijd je wil. Ja, ga even kijken op de monitor zo. Ja, oh ja, heb ik bals? Je hebt een beetje China ball effect. Ja. Dat is niet helemaal eerlijk. En hier kan je natuurlijk met... Het is die... Dat is een piepschuis, 3 mm. Hoe heet dat? Dekrum. Dekrum? Dekrum. Die zijn zo raar kapot. Ja, B. Ja. En een Nico, hè? Ja. Ietsje hoger met het sensitief. Ja. We kunnen hem al opzetten. En ik kan hem nog even zeker met een powerkabel. Of een, oh, gewoon een, precies, een stukje skatouw of zo. Ja, of een BC-kabel. wat zijn? Ja, dat is jammer aan zo'n diva light. Dat hij een beetje knikt. Even improviseren. Dat houdt nooit op. Precies. Om. Allemaal. Hoe lager die is, hoe meer die in de oogkas doorlekt. Licht jongens, gaat dat via het bootje? Achter het... dit is de positie hier. Oh, ja, je moet kijken als je met zit, kan je niet zo goed. Dan mag je nog 40 centimeter zakken, de lamp. Okay. Kijk, hij zit. Kijken. Ik weet niet. Kijk, de ogen. Ja, aan deze kant had je iets lager dan. Ik denk dat je hem nou zit. Kijk, die mooie kant in de ogen. En het scheelt best wel, die 40 centimeter, ja. Die scheelt dan enorm. Dit was met zijn. Hij zit dan nu aan het topje. Hij heeft maar een paar centimeter. Ja, perfect. Dankjewel. Ja. Ik krijg natuurlijk ook met de auto's heel erg goed. Als je een auto in de garage hebt of zo. En dit doet, dan krijg je niet een mooie glimmers. Ja, auto's zijn wel moeilijk. Oh, zo ja, precies. De buitenkant van een auto, hè? Ja. Ja. Klopt, ja. Dat moet wel heel groot zijn. Ja. En wat het ook met een auto is vaak ook bol. En dan maakt het alles zo, wordt het toch een streep. Ja. Dat is dan misschien. Dit ziet er al te gek uit, pakt alle reflecties ook. Het helpt wel ook dat het wel twee coole dudes zijn. Ja. Toch? Een beetje zo'n, toch, zo'n hipster. En hier een beetje zo'n surf dude. Het is wel een beetje. Dat helpt natuurlijk enorm. Meest vaak heb je het stand-ins. Denk je, oh jee, nou, we gaan maar draaien. En dan gaat zo'n acteur zitten. Denk je, oh wauw, I'm a pro. Dat is echt mooi. Hè? Dat vind ik wel goed, hè? Ja, prachtig. Achtergrond is mooi donker. Dat werkt ook mooi mee. Dus dat je geen witte muren, als je daar nou een plak piep houdt, dan stort het een stuk zwart daarachter. Ja, dat zwarte achter is gek. Maar je kunt ook een vlak inzetten daar, waar je stemt in 1 kwartier.